Ze waren net zo blij dat ze er een paar dagen vanaf waren. Maar de verstikkende smog die afgelopen week als een dikke deken over Moskou lag, is weer terug. Met waterspuiten hopen de autoriteiten de giftige deeltjes uit de lucht te halen. De smog is het gevolg van de hevige bosbranden in Rusland en zorgt de afgelopen tijd in Moskou voor een verhoogd sterftecijfer. En dus zijn de mondkapjes weer tevoorschijn gehaald. Да очень опасно. Это же потом откладывается в организме весь дым. И какие последствия никто не знает. Ну все. Так что надо ходить в масках. De Moscovieten hebben geluk. De verwachting is dat de wind morgen alweer veel smog wegblaast. En bovendien zeggen de autoriteiten dat ze steeds meer branden onder controle krijgen.